Deelnemers startvrij. Voor de houthandel Wiggelson Steenwijkprijs. De paarden gaan zich opstellen voor de start. Paarden rijden aan. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de laatste koers. Aan de binnenzijde Lord Godolphin, maar veel sneller weg was Apache Wolfshorn. Apache Wolfshorn heeft de leiding genomen met 2 lengten voorsprong op Diane Cunera. In derde stelling volgt aan de binnenzijde dan Lord Godolphin. Aan de buitenzijde Crème de la Crème. Die snelt nu naar het front en die wil de leidende positie mogelijk gaan afpakken van de leidende Apache Wolfshorn. En dat is nu precies wat er gaat gebeuren bij het doordraaien van de bocht naar de overzijde van de baan. Een hevig duel op kop hebben we aan de buitenzijde Crème de la Crème. Aan de binnenzijde Apache Wolfshorn, waarbij eerstgenoemde de leiding overneemt. Op 4 lengten volgt Diane Cunera. Dan volgt Bidet met verder weg aan de binnenzijde Lord Godolphin. En Lord Godolphin die wordt geflankeerd door Cocktail Olderson. Aan de binnenzijde daarachter volgt dan Daisy Single. Met als laatste paarden op dit ogenblik dan de nummer 7 Dinan Confital. Die wordt gevolgd aan de binnenzijde door John Dekker met Uvario de Klaarbek en Andrea Starlik sluit de rij. Paarden gaan nu de manegebocht in en het is aan kop. De nummer 4 Crème de la Crème met een lengtevoorsprong. Apache Wolfshorn op de tweede plaats. Diane Cunera op 1,5 lengte, dichtst bij de koord opererend als derde. Vierde aan de buitenzijde is dan Bidet met Johnny Westenbrink. Dan volgt Cocktail Olderson en aan de binnenkant daarvan Lord Godolphin. Dat zijn de frontrankers als de paarden op dit ogenblik weer in de rechte lijn voor de tribune komen. Straks bij het passeren van de finish nog een volle ronde te gaan. En het is Dickie Hof die hier het commando heeft voor de stal van Ilke Kruis en Geertje de Leeuw. Die vandaag al 2 overwinningen wisten te boeken. Daarachter op de tweede plaats dan het nummer 3 van Apache Wolfshorn aan de buitenzijde Bidet en aan de binnenzijde Diane Cunera. Zo gaan we de laatste ronde in. Halverwege de koelboxbocht komt aan de buitenzijde ook Cocktail Olderson nu opzetten met Apels in de geel-blauwe kleuren. En aan de buitenzijde om een lengte volgend is het dan de nummer 7 Dinan Confital. En zo zijn we voor de laatste ronde aan de overzijde. Nummer 9 galoppen. Uvario de Klaarbek die is onder de bel van uitschakeling gevallen als we halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn. En het nog altijd aan de kop is Crème de la Crème. Crème de la Crème die gaat proberen de laatste koers winnend af te sluiten. Maar er liggen een aantal concurrenten achter die daar een stokje voor willen steken. Zoals daar zijn Bidet die naar een tweede plaats is gegaan. Aan de binnenzijde ligt dan nog altijd Ruud Pols met zijn Apache Wolfshorn. En zo zijn we dan in de kroon van de laatste bocht. Aan de binnenzijde op de 4e plaats is het nog altijd dan die nummer 5 Diane Cunera die haar laatste woorden nog niet heeft uitgesproken. En zo zijn we dan in de laatste rechte lijn nog zo'n 300 meter af te leggen. En aan de binnenzijde probeert dan Dickie Hof met Crème de la Crème door te zetten en de leiding te handhaven. Maar er komt een waaier van paarden helemaal aan de buitenzijde. Bijvoorbeeld Daisy Single. Maar het is toch die Crème de la Crème. Wat een dag voor de stal van Ilke Kruis. En Dickie Hof, ja, die moet er nog wel even aan rijden. Maar hij wint het wel. Op de 2e plaats is het de nummer 2, Daisy Single. Klap ook voor de 3e plaats.